Amsterdam by Night. Het zijn de laatste minuten, de laatste seconden van 2016. We hebben de conferentie van Claudia erop zitten en nu zijn we klaar voor 2017. We staan klaar om het oude jaar hier weg te knallen met een spectaculaire vuurwerkshow. En ook met een bijzondere wederopstapping. Goedenavond, fijn dat u kijkt. Het is de derde keer dat ik samen met u, oud en nieuw, de derde keer op rij, dat ik dat samen met u hier vier. Welkom bij het nationale aftelmoment. We staan op het Oosterdok, hartje Amsterdam. Zo bij het Scheepvaartmuseum voor de replica van het VOC-schip de Amsterdam. We staan hier, nou, ik denk toch wel met zo'n 10.000 mensen bij elkaar. Iedereen staat elkaar een beetje warm te houden. We hebben het een buitje over ons heen gehad. Het is een graad of drie. We staan hier om 2016 toch tot het verleden te laten horen. Het grootste deel van de wereldbevolking is al in 2017 aanbeland trouwens. We hebben het even voor u uitgerekend op een servetje. Dus pak ons niet op 100 miljoen meer of minder. Maar van de 7,3 miljard mensen die op dit moment op de aarde rondlopen, zijn er al zo'n 5... Ja, prima. Dan gaan we naar de jaaroverzicht. Tot zo. Ja, wereldoverzicht van een andere wereld. Kijk eens, in Dubai. Ja, er is altijd iets spieren in Dubai. Net als nieuwjaar. Overzicht heb je wel om mij te wel. Om te wel te komen op mijn gebeurtenis. Alles voor mijn leven. En kijk. Kijk. Noord-Korea. Daar hebben ze wel een nieuwjaar te vieren. Een verjaardagsjaar te vieren.
Maar nou, Noord-Korea viert ook Chinese verjaardagsjaar voor alles. Ja, en daarom hebben we altijd iets te vieren. En ja, zun zun. Ja, in New York in Amerika vieren ze ook. En alles ballen en alles volgen, alles. Ze hebben wel mee afgeteld, maar het is wel. Maar ze zeggen, fijne New York, happy birthday year. Het is een gewoonlijk voor zalig. Alles weer rommel. Ganse mensen, voor de andere wereld en voor het Nederlands. Dat is wel heel gemakkelijk. En dan is het voor de afsluitje wil. In Tabai 101 vieren ze de ongescheidenlijke nieuwe verjaardagsjaar om het gemoed. In Taiwan is een menselijke republiek voor China. Het is wel ongelijk, maar ze vieren nieuwjaar met vuurwerk in de toren. Wauw, wat een toren. Ja, voor alles van jou en een wens. En nog vieren ze nog slechter. Maar het is niet slechter, maar het is bijzonder. Taiwan is de grootste stad ter wereld van de zon. En kijk eens, ze zien die in Australië. Daar hebben ze er ook een verjaardagsjaar voor alles verheugen en alles verheugen. Ja, het is anders hoor. Het is wel anders, maar wij zijn mee. Van alles in de enige Sydney. En hier is de mooiste brug van de land ter wereld. En die ligt in Australië. Nou, het is wel rijk, maar het is niet ongeveer van alles in de enige van de samen zijn. Jij, kijk, Parijs in Frankrijk. Daar vieren ze ook een heel verjaardagsjaar voor persoonlijk gedrag. Dan gaat ze met een musical light show. En enig wat een vuurwerk is voor persoonlijk en alles weer. Ze hebben alles weer om met mij om samen te zijn. En alles weer. Een verjaardagsjaar te ontmoeten. Voor de bloemen, voor Parijs, leven Parijs, voor alles wereldburgers. Enig wat mee is. In Cantonese en Chinese in Hongkong hebben ze alles weer één op de slot. Met een eeuw gelijk. En vieren ze met alle verjaardag, ja, vooral gelijk. Wat een spektakel in Hongkong. Een eeuw gemaakt, maar ze nog niet gezongen. Gelijk dat ze wel en alles. Ik wens jullie een 33 jaar in de andere wereld en Nederland. Daar zijn ze ook gevoelig voor. Ja, doei.